Sophie Redmond. Dat was Sophie Redmond. Goedemiddag, lieve mensen. We gaan beginnen. Alvast excuses dat we iets wat later beginnen, maar dat is vanwege... ja, het kan gebeuren. Vanwege file. Als het daarachter ook... als iedereen al een plek heeft gevonden... Ja, nogmaals, goedemiddag. Van harte welkom en dank dat u er bent. Het is voor ons een grote eer om u te mogen ontvangen op de Dr. Sophie Redmond-lezing. Het is de derde keer dat wij, en met wij bedoel ik Radio 77FM en Vereniging Ons Suriname, de lezing organiseren waarbij de inspiratie van Sophie Redmond centraal staat. Namens dus 77N Vereniging Ons Suriname, de heer Delano Feira en 77FM Anita Plauwel, Cheryl Vliet, Joost Zengers en ook de mensen die ons ondersteunen, Michael Bolla, van harte welkom. Als je het levensverhaal van Sophie Redmond, van deze Srana Uma leest, dan raak je geïnspireerd door wie ze was, waar ze voor stond en wat ze allemaal heeft gedaan voor zichzelf. Niet alleen voor zichzelf, haar medemens, haar land, maar vooral door haar doorzettingsvermogen. Het is dit jaar precies 60 jaar geleden dat Sophie Redmond voor ons veel te vroeg natuurlijk, is overleden. En 60 jaar na haar dood blijft ze ons inspireren. Sophie Redmond staat symbool voor al die Srana Uma's die op hun manier een bijdrage leveren, hebben geleverd aan onze vrouwengeschiedenis. Op 8 maart staan we elk jaar stil, niet alleen wij vrouwen, maar ook mannen, gelukkig, bij Internationale Vrouwendag. En ook wij van 77FM realiseren ons dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven over onze uitdagingen, onze obstakels, onze blinde muren, want die zijn er ook, onze frustraties, maar ook over onze successen. Het is belangrijk dat we elkaar blijven inspireren en we hopen dat u vanmiddag geïnspireerd wordt en geïnspireerd naar huis gaat. Vorig jaar waren dames zo geïnspireerd geraakt en er zijn zelf samenwerkingsverbanden ontstaan tussen mensen en dat vinden we heerlijk. Dus ik hoop dat dit jaar ook mensen geïnspireerd naar huis gaan. En het is, we weten allemaal dat rolmodellen voor ons belangrijk zijn. Maar weet ook dat niemand perfect is. Dus ik heb een commentaar gekregen. Iemand zei, ja, jullie verheerlijken die mevrouw zo. Dat is het niet. Maar rolmodellen zijn belangrijk. Ja, ja toch? dus Sophie Redmond was ook niet perfect. Maar één ding, ze heeft wel haar droom gevolgd en ze heeft haar hart gevolgd. Sophie Redmond is voor haar tijdgenoten en voor hen die na haar komen een lichtend voorbeeld. Over de dood heen zal haar geest levend blijven. En deze zin heb ik uit het proefschrift van Dr. Sylvia Kortram. En we zijn ook blij dat zij er vanmiddag is. Ik heet alle gasten welkom. Dr. Verwij, welkom. Lydia Emanuels, welkom. Vanessa van Ommeren, welkom. Ik zie één gast niet. Ah, mevrouw Annemarie Hunsel, welkom. Chantel, welkom. We vinden het de eer dat jullie er zijn en we vinden het eer dat iedereen er is vanmiddag. En we gaan er een gezellige middag van maken. Dames en heren, ik laat u graag achter in de deskundige handen van Jason Watkin. Dames en heren, Thea Doelwijd.
Ik maak het mooier. Dames en heren, Thea Doelwijd, de eerste drager van de Gouden Vioolspeld. Annemarie Hunsel, de tweede drager van de Gouden Vioolspeld. Heb ik het nu goed gedaan? Oké. Jason, we komen weer bij jou. In het dagelijks leven is Jason auditor bij de Nederlandse Bank. Dr. Anders Jason Watkin is verantwoordelijk voor de controle op het betalingsverkeer en de financiële markten. Maar vanmiddag zorgt hij ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Dames en heren, Jason Watkin. Goed. Goedemiddag. Dag mevrouw Doelwijd. Hoe gaat het met u? Ik mag blijven. Mevrouw Havertong, goedemiddag. Ook welkom. En alle mensen die hier aanwezig zijn. Je hebt je zondagmiddag opgeofferd om te komen luisteren naar een lezing. Om mensen te ontmoeten in deze soms een beetje warme zaal. Een beetje koele hal. Dus daarvoor dank ik jullie allemaal. Om een stukje inspiratie mee te nemen. En hopelijk daarmee iets te doen in de nabije toekomst. Mijn naam is Jason en ik mag dus vandaag moderaten. Het is een heel mooie Engelse term. Ik moet gewoon een beetje de leiding hier houden, hoor. En de bedoeling is dat jullie je allemaal aan mijn leiding onderwerpen. Leuk toch? Schrappig, ik zie heel veel vrouwen in de zaal. En het voelt toch wel goed dat ik vandaag mag moderaten. Goed. Daar gaan we het niet over hebben. Ik moet zo verder. In any case, we zijn een beetje achter op schema, dus we gaan het niet heel uitgebreid doen met de introductie. Dr. Harriette Verwij is cardioloog en plaatsvervangend afdelingshoofd van het LUMC. Juist. Een van de eerste cardiologen in Nederland die zich gespecialiseerd heeft in vrouwencardiologie. Toen ik dat hoorde, dacht ik, oké, er is dus een verschil tussen mannencardiologie en vrouwencardiologie. Ik heb cijfers gestudeerd, dus dit stukje ken ik eigenlijk niet zo goed. Een rolmodel, een baanbreekster. En toen Cheryl me zei, ja, ze heeft dus eigenlijk het glazen plafond haar niet laten tegenhouden. Klopt. Ze is geboren in Suriname, in Paramaribo. En op de Hendrikschool, is een MULO-school voor de mensen die dat niet weten, ging het lichtje branden en zei ze, ik word geen onderwijzeres en ik word geen politieagent. Haar moeder zat in het onderwijs en haar vader bij de politie. Ze wilde arts worden. Mede door haar vader, die haar enorm stimuleerde om naar de middelbare school, de algemene middelbare school, te bezoeken, vertrok zij na een tijdje naar Nederland om medicijnen te studeren. Ze werd eerst algemeen arts. Dat deed ze 6 maanden. En toen ze op een dag een patiënt moest reanimeren, wist zij, oké, dit is niet het eindpunt. We gaan dus voor de specialisatie. In het LUMC, waar ze nog steeds werkt, heeft zij haar specialiteit tot cardiologie, of in de cardiologie gedaan. En in 1984 werd zij in het specialistenregister ingeschreven. In 1995 is zij gepromoveerd. Ja. Vandaar dus dokter. Dokter Anders is hij of zij die nog dokter moet worden. En zij heeft het dus reeds gedaan in 1995. Het onderwerp? Operaties waarbij bypasses worden aangelegd om vernauwingen en verstoppingen in de kransslagaders te verhelpen. Ik kan nog een beetje doorgaan, maar weet je wat? Laten wij haar gewoon uitnodigen voor de keynote speech van vandaag. Dames en heren, dokter Harriette Verwij. Welkom. Dames en heren, goedemiddag. Allereerst mijn excuses dat ik laat ben. Ik moest niet reanimeren, maar ik kwam in de file bij Schiphol Tunnel te zitten. Dus ik moest helemaal omrijden. Ik vind het een grote eer om vandaag hier te zijn. En ik dank Cheryl Vliet en Anita Plauwel voor de uitnodiging. Toen zij mij een paar maanden geleden belden en vroegen of ik hier een lezing wilde houden.
ook gaat mijn grote dank uit. Want voordat ik verder... mijn ouders hebben ons geleerd altijd... Gigrani, wie Grani toekomt. En dus voordat ik verder iets ga vertellen... wil ik in het bijzonder één iemand alvast bedanken... naast de twee dames die ik genoemd heb. En dat is mevrouw dokter Sylvia Kortram. Ik weet niet waar ze zit, maar wilt u even hier komen? Ik weet niet of u van Ajax of Feyenoord bent. En als die een doelpunt scoren, dan gaat het dak eraf. Dit is ook een bigisma. Laat ze het horen. Het dak moet eraf. Nou, u zal zich wel afvragen waarom doet ze dat? Nou, omdat ik zonder het proefschrift van dokter Kortram eigenlijk niet zo heel erg veel zou weten van dokteres Sophie Redmond. Het is een inspirerend masterpiece en ik denk dat het eigenlijk een boek is wat u allemaal moet lezen. Het is een proefschrift wat in tegenstelling tot de meeste anderen gewoon in het Nederlands is geschreven. Dus we kunnen het allemaal lezen, want wij alle Surinamers spreken Nederlands. Voordat ik iets over mijzelf ga zeggen, wil ik toch even kort staan bij de persoon die wij vandaag memoreren. Namelijk dokteres Sophie Redmond. Geboren als Jane Sophie Everdine Redmond. Op 14 januari 1907 is ze geboren en ze overleed op 18 september 1955. Ze werd slechts 47 jaar oud en dat is natuurlijk heel jong. Zij is de dochter van Philip Redmond en Doffy Hercule en ze heeft een jonge zusje genaamd Joosje. Maak u zich geen zorgen, ik ga niet het hele proefschrift behandelen. Het echtpaar Hercule, Redmond Hercule, is afkomstig uit Para. Deze twee dochters die groeien op in een onderwijzersgezin en ze hebben dan thuis, zoals in die periode gebruik was, een heleboel kweekjes die ook zorgen voor het huishouden en andere klusjes. En al vroeg maken we mee dat Sophie heel zelfbewust was en wist wat ze wilde. Op 11-jarige leeftijd memoreert het proefschrift dat ze met haar vader in aanvaring komt omdat zij geen piano wil gaan spelen, maar viool. Dat op zich is al heel bijzonder, dat je in het Suriname van toen zegt, ik ga viool spelen. Dus het waren geen gewone mensen. Vader Philip zwicht en op de Hendrikschool, dezelfde school die ik veel later heb bezocht, besluit ze om dokter te worden. Er is toch iets met die Hendrikschool. Haar vader zegt dan, of probeert haar tegen te houden om het te doen, omdat hij bang is dat zij, omdat ze een zwarte vrouw is, afgewezen zal worden, last zal hebben van discriminatie en vernedering. Maar Sophie is onverbiddelijk. Ze stelt haar vader twee keuzes, of ik word dokter of dienstmeisje. Nou, dat kon natuurlijk niet voor die vader, dus Sophie mocht dokter gaan worden. Nou, en zo gaat haar verhaal verder. We weten ook haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, dat ze eigenlijk met haar viool al op straat ging spelen. Ik weet niet of het in die tijd in Suriname mocht of kon, maar ja, dit waren bijzondere mensen. Speelde ze op straat, verdiende geld en dat geld wat ze verdiende gaf ze weer aan arme kinderen. Dat was dus heel bijzonder. We weten ook dat zij het altijd opnam voor de kweekjes thuis en als die niet goed behandeld werden door haar moeder, dan staat, en dat is een citaat uit het proefschrift, als Sophie thuis kwam, regeerde ze met haar moeder. En dat is echt niet wat koning Willem-Alexander doet. Echt niet. Dat is rigeri, in de juiste zin van het woord. Ik hoef het niet nader toe te lichten. Opvallend is in het hele verhaal de bijzondere vader-dochterrelatie. Sophie had nooit kunnen doen wat ze gedaan heeft zonder de onvoorwaardelijke liefde en steun van haar vader. Ook al stonden ze vaker lijnrecht tegenover elkaar. De grootste botsing was, denk ik, haar huwelijk met haar jeugdliefde Louis-Emile Moncou, die volgens in ieder geval die minder hoog opgeleid was als zij. Het viel niet goed bij de familie, het viel ook niet goed in de gemeenschap. Zij was immers hoog opgeleid en hoog ontwikkeld en in het Suriname van toen was het not done dat jij als man niet de kostwinnaar was. Tegenwoordig zijn we wat moderner, sommige dingen kunnen, maar toen kon het niet. Bovendien in het Suriname van toen moest een vrouw, een getrouwde vrouw, thuis blijven, kinderen krijgen. Het aanrecht was hun enig recht.
Daar denken we vandaag natuurlijk anders over. Sophie die trok zich daar niks van aan. Die trouwde met haar jeugdliefde. En ik denk dat ze in zichzelf wel zou gezegd hebben... niks te maken naar haar ding. Sophie, ze bleef tot haar dood getrouwd met Louis Moncou. We weten weinig over dat huwelijk, behalve dat het kinderloos was... en de heer Moncou eigenlijk nergens echt goed van de grond kwam. Uiteindelijk gaat hij werken op familiegrond in Para. Feit is, en dat vond ik opvallend, dat in tegenstelling tot haar vader... hij nauwelijks zichtbaar was in het leven van Sophie. Althans, dat is wat ik gelezen heb. En tot de dag van vandaag natuurlijk hebben we nog steeds te maken met het dilemma... van of een hoogopgeleide, hoogontwikkelde vrouw met een laagopgeleide, laagontwikkelde man moet trouwen. Nou, ik kom daar straks op terug. Ik ben geen hoge recht, ik ben niet van de Supreme Court, maar ik heb er wel een mening over. Haar bijzondere inzet voor armen, Datramiwa Aksiyowansani, vrouwen, lessen over gezondheid en hygiëne, maar ook haar aanmoediging aan jongeren en vrouwen om te gaan leren en zich te ontwikkelen, geven aan hoezeer zij betrokken was bij haar volk en haar tijd ver vooruit was. Sophie ging daarbij niet uit de weg. Ze doorstond oddos, achterklap en ging onverdroten door. Ze trokken zich niks van aan. En ze was ook een voorstander van het Stranantonge. Of het nou vernederd was of niet, het was haar taal, dus sprak ze het. Daarnaast was ze politiek en cultureel betrokken en zat ze in tal van commissies en besturen. Dokteres Sophie was overal. Het zou mij te veel tijd kosten om u alles over deze bijzondere vrouw te vertellen, die slechts een paar jaar geleefd heeft, namelijk maar 47 jaar. De onvoorwaardelijke inzet voor anderen heeft zeker zijn basis in haar geloof gevonden. Ze was lid van de EBG en een toegewijd christen. U vraagt zich af waarom deze inleiding. Ik had ook de opdracht om te kijken of mijn leven met die van Sophie overeenkomt. Ik niet dat ik me ga meten met dokter Sophie Redmond. Maar ik vond het wel, dit zijn de dingen die mij aanspreken die ik even kort heb gememoreerd. Vandaag ben ik, geboren Harriette Florence Verwij, uitgenodigd om ter nagedachtenis van dokter Sophie Redmond een lezing te houden. Het is ook haar 60ste sterfdag. Ik heb respect voor deze Bigisma en ik voel mij dan ook zeer vereerd dat ik ben uitgenodigd. Zij schreef geschiedenis. Wij moeten dat nog doen. Wist ik iets van dokter Sophie Redmond? Ja, als kind. Wij woonden op Maretraite achter de Grote Combe. En ik ging naar de Amts. Dan fietste ik wel eens over de Dr. Sophie Redmondstraat naar de Amts of op de terugweg. Was één van de routes, niet altijd dezelfde route, maar het was één van ze. Ook wist ik dat ze arts was, de eerste zwarte vrouwelijke arts. Ik kende ook het zinnetje, een dikke zwarte vrouw. We lijken een beetje op elkaar. En een echte inspiratie kreeg ik door het lezen van het proefschrift Meer dan arts alleen. Ik ben geboren op 5 december 1951, dus ik ben nu 63 jaar. Ja, ik weet dat ik jonger uitzie, maar het is toch 63. En ik ben geboren op de Ledesmastraat, vlakbij de Saramakkastraat, waar Sophie dus ook geboren is. En dat heette de Tingi Uku. Ik weet tot de dag van vandaag niet waarom het zo heet. Het enige wat ik weet, als ik u passeer, dan ruikt u Chanel of iets van die aard. Geen Tingi Uku. Ik ben het tweede kind uit een gezin van 8 kinderen, 6 jongens, 2 meisjes. En ik ben enorm blij dat vandaag even mijn broers er is. Dat is een enorme verrassing. Gilbert, ga even staan, laat ze zien. Dat is een van mijn mooie broers. Zijn vrouw zit naast hem en dat geeft me weer energie. Hij is politieman, dus Steve Fermi. Hij komt naast me. Oké. Dus nog weer meer, hè? Na de lagere school ben ik dus naar de Hendrikschool gegaan, zoals daar gezegd was. En ik ben naar de Amts gegaan. Op mijn 18e ben ik naar Nederland gekomen om in Leiden geneeskunde te studeren. Daarna heb ik ook in Leiden de specialisatie gedaan tot cardioloog. U kijkt, en dat is geen biggie memory, naar een zeer succesvolle vrouw. Maar de weg ernaartoe was niet gemakkelijk en niet eenvoudig. Het is niet belangrijk hoe je begonnen bent. Het is belangrijk waar je bent. Yes. Het is het resultaat dat telt. Evenals Sophie ben ik geboren in een huwelijk, in een warm nest, een groot gezin.
Mijn ouders, die alleen de lagere school gedaan hadden, hadden slechts één slogan. We zijn tevreden met één lange broek, één jurk, één paar schoenen, als het de kinderen maar beter gaat. En ze hadden er 8 te verzorgen. Mijn vader kwam uit het district Koroni. In de Tweede Wereldoorlog zochten ze vrijwilligers en toen is hij naar de stad gekomen, is hij in de schutterij gegaan en zo heeft hij mijn moeder ontmoet. En ze zijn getrouwd. Na de oorlog is hij in de politie gegaan en hij is helemaal onderaan begonnen. Hij is gesteund door mijn moeder, heeft zijn examens gedaan en aan het eind van zijn carrière ging hij als politieinspecteur eerste klas. Dat was zijn eindpunt. Dus van niks is hij tot daar gekomen. Mijn moeder die had na de lagere school bij de nonnen op naailes gezeten. En nadat mijn zusje, de jongste van de 8, geboren was, besloot zij te gaan studeren. Revolutionair. Ze ging de avondopleiding kleuterlijsten doen, haalde dat met glans en volgde kleuterlijsten A en hoofdkleuterlijsten en nog 6 andere actes. Waarom vertel ik u dit? Mijn ouders zijn mijn grote voorbeeld, mijn rolmodel. Alles wat je in het leven nodig hebt, is een doel. En de wil om het te realiseren. Focus moet je hebben. De omstandigheden bepalen niet wie u bent en wat u wordt. Het wordt hier bepaald. Alles wat zichtbaar is, is eerst in het onzichtbare ontstaan. In je mind. Als kind wist ik dat wij arm waren, erg arm zelfs. Toch zijn we nooit iets tekort gekomen en mijn broer kan het bevestigen. Mijn moeder had achter het huis een tuintje, zoals veel Surinaamse vrouwen dat hebben. Dus ze had de klaroe en de bitawira en weet ik veel wat allemaal. Dat groeide daarachter. Ze had ook kippen, dus we hadden gewoon vlees en eieren. De naailessen kwamen haar goed van pas. Ze ging naar de markt, kocht lapjes, een kwartje en el. De oude Surinamers die kennen het. En dan naaide ze de jurkjes aan mijn zusje en mij. De hemden van de jongens deed ze ook. Voor de korte broek moesten ze naar de kleermaker. Na 1 maand of 3 was de stof zo gekrompen en viel het uit elkaar dat we die niet meer naar school konden dragen, dus ze moest opnieuw naar de markt. We hadden soms 3 keer in een schooljaar een nieuwe outfit. Mensen dachten dat we rijk waren. We waren straatarm, maar mijn moeder was vindingrijk. Later natuurlijk ging het beter. En toen mijn moeder ging werken in het onderwijs en toen hadden we het breder, want er waren 2 salarissen. Wij hadden geen kweekjes in huis. Iedereen had een taak. Wat moest jij doen, Gilbert? Vegen? Ja, oké. Okay. Hij weet het, na 40 jaar weet hij nog wat hij moest doen. Het was altijd gezellig thuis. Opgewekte moeder, ze is katholiek van oorsprong, die met haar prachtige stem het Ave Maria zong. Ze ging iedere week naar de kerk, ging er kaars branden, kwam zingend terug en believe it or not, er kwam hulp. Dan kwam ineens een oom uit Koroni met zijn kokosnoten, manja's, droge vis, zapatillen, de hele zante kraam. Want daar komen we vandaan uit Koroni. Hij kwam omdat hij die oude uniformen van mijn vader wilde. Dan kon hij mee op het land werken en wij hadden overvloed. Want hij kwam met tassen vol. Per slotverrekening hadden we aandeel daar in Koroni. Ingi Kondre en Totnes. Dat is zeg maar het beeld wat ik heb. Het fundament van mijn leven. Een warm, hecht gezin. Straatarm, maar we waren rijk aan liefde en geborgenheid, want mijn ouders gingen door ramen en deuren voor hun kinderen. Sinds de MULO, en er zijn een paar vriendinnen, ik heb nog 2 vriendinnen van de lagere school, ik heb op Julianenschool gezeten, en die zeggen, ja, je riep al op de Julianenschool dat je dokter wilde worden. Ik kan het mij niet herinneren, maar, dus dat heb ik daar misschien verdrongen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, sinds de MULO, tweede klas MULO, 13 jaar, wist ik, eigenlijk wilde ik voor zieke mensen zorgen, en het maakte mij toen niet zoveel uit of ik nou verpleegkundige was, of verpleegster, zoals ze in Suriname zeggen, of dokter. Toen ik op de ambt was, zei mijn vader, jij wordt dokter, geen verpleegster. In Suriname spreken we mensen niet tegen, dus het was ja pa. Ik vond het ook spannend om naar Nederland te gaan. Mijn moeder spaarde via kasgeld 1000 Surinaamse gulden. En op 27 augustus, toen was een Surinaamse gulden 2 Nederlandse gulden, dus we hebben het over andere tijden. Op 27 augustus 1970 kwam ik aan op Schiphol. Ik had een kamer voor 3 maanden... een inschrijfbewijs voor 1 jaar aan de Universiteit van Leiden en natuurlijk die 1000 gulden van mijn moeder. Ik was hier helemaal alleen. Ik was het eerste van het gezin dat naar Nederland kwam. Het was verschrikkelijk eenzaam. Weg alles wat ik kende, alle warmte, alles. De jaren daarop zijn voor mij gekenmerkt geweest door intense heimwee, eenzaamheid en huilbuien. Ik had geen familie in Nederland. De eenzaamheid was zo intens dat het lichamelijk pijn deed.
En als ik er nu 2015 aan terugdenk, meer dan 40 jaar, dan voel ik nog steeds die pijn van toen. Van God en iedereen verlaten en weinig geld. Mijn ouders hadden het nog altijd niet breed, dus ik stuurde maar heel incidenteel geld. Ik heb altijd gewerkt naast mijn studie, niet om op vakantie te gaan, maar om te overleven. Het voorbeeld van mijn ouders. Doorzetten, niet opgeven, een rotsvast geloof in God en een stel goede hersenen hebben mij er doorheen geholpen. Ik heb in voorgeschreven tijd ben ik afgestudeerd. Mijn vader kwam ervoor naar Nederland om dat mee te maken. En daarna ben ik gespecialiseerd en zoals daar gememoriseerd is, in 1995 gepromoveerd. Ik heb van mijn ouders geleerd om hard te werken. Een tandje erbij. En daardoor viel ik op. Want tijdens mijn specialisatie in het LUMC werd ik benoemd tot waarnemend hoofd van de poli. Het was tegen de regels, want ik was nog niet geen specialist. Dus ik mocht geen hoofd zijn, maar mijn baas zei, je kan het. En ik stel me garant voor jou. 2 jaar later zei hij, ik heb je nodig als lid van het harttransplantatieteam Leiden-Rotterdam. En zo ben ik dus in het harttransplantatieteam Nederland terechtgekomen. Er zijn 10 cardiologen in Nederland, 1200 cardiologen in totaal in Nederland. Maar zijn er 10 die mogen beslissen of iemand een ander hart krijgt. En ik ben 1 van die 10. Het is een zware klus. Want harttransplantatie, dat overwegen we bij mensen, bij ernstig zieke hartpatiënten, waarvan we denken dat ze nog geen 2 jaar meer zullen leven. Dus als ik iemand afwijs, heb ik eigenlijk een doodvonnis uitgesproken. Gelukkig sta ik er niet alleen. Je werkt altijd in een team. Mijn grootste staat soms wel eens ook haaks op mijn grootste passie natuurlijk, want ik wil mensen beter maken. Nochtans heb ik van die situaties geleerd en heb ik altijd nagedacht, hoe kan ik deze mensen die ik afwijs en eigenlijk dan ten dode zijn opgeschreven, hoe kan ik ze helpen? Wat kan ik doen? Wat als ik nog 1 ding probeer? Ik ben altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om mensen te helpen. Mensen die hun leven in mijn handen leggen en verwachten dat dokter Verwij iets voor ze zal betekenen. Lijk ik een beetje op Sophie? Ja, hè? We komen een beetje in de buurt. Oké. In 2010 schreef ik een protocol hoe deze mensen die dus geen hoop meer hebben, hoe wij die kunnen helpen. En we hebben een klein pompje beschikbaar die je kunt brengen op het hart van mensen die wachten op een ander hart. En in Nederland mag je het alleen maar om die reden doen. En toen dacht ik, als dat pompje die mensen jaren in leven houdt totdat een ander hart gevonden is, dan kan ik deze mensen die ook geen hoop meer hebben, daar ook mee behandelen. De raad van bestuur van het LUMC die was met me eens en ik mocht het project starten. We hebben er 30 gedaan en inmiddels, sinds een maand, weet ik dat de minister toestemming heeft gegeven dat we het mogen doen en het zal op meer plaatsen in Nederland gebeuren. Ik vind dat een bekroning op mijn werk. Ik reis veel, vooral in het buitenland, om over dit protocol lezingen te geven. En ik heb al in diverse landen erover gesproken, zelfs tot in Estland en Kazachstan toe. Binnenkort moet ik naar Zagreb om het ze uit te leggen hoe je mensen kunt helpen. Maar het belangrijkste is, ik ben gewoon dokter. Ik ben gewoon hartspecialist. Ik werk in Leiden. Daarnaast ben ik plaatsvervangend afdelingshoofd en hoofd van hartfalenpolykliniek. Ik geef ook colleges. Wat is de reden van mijn succes? Ik heb nooit carrièreplanning gehad. Ik heb nooit gedacht over 5 jaar wil ik daar of 10 jaar wil ik daar. Ik heb alleen mijn hart gevolgd, mijn passie gevolgd. Dat deed Sophie Redmond ook. Hard werken, een doel hebben en bereid zijn een stap voorbij je schaduw te zetten. Tegenslagen incasseren, want ik vertel u de mooie dingen, maar de downside zal ik even weglaten. Tegenslagen incasseren, overeind komen en doorgaan. Maar ook delen. Je succes delen met anderen en een ander ook een succes gunnen. Ik ben nooit jaloers op een ander. En dat is de verdienste van mijn moeder. Als kleinkind was ik altijd jaloers als iemand iets meer kreeg dan ik. En mijn moeder die nam mij altijd naar de zijkant, kormier, en zei ze, misschien is dat het enige mooie wat ze hebben. Je hebt zoveel anderen. En dat zinnetje is me altijd bijgebleven. En tot vandaag de dag op mijn 63e jaar,
mocht het me aanvliegen, dan denk ik, misschien is dat het enige mooie wat ze hebben. Wees blij voor ze, wees blij voor ze. Ik verheug me in het succes van een ander en ga mijn eigen dingen doen. Maar boven alles geloof ik in een betrouwbare God die mij nog nooit in de steek heeft gelaten. Bevlogen ben ik altijd geweest. Gedreven ben ik geworden door het overlijden van mijn moeder en mijn vader. Mijn moeder stierf in 1982 op 59-jarige leeftijd. En mijn vader in 1995 op 75-jarige leeftijd. Ik wil het niet over de details daarvan hebben, omdat ik anders weer emotioneel word. Maar de machteloosheid dat je een dierbare niet kan helpen, dat wens ik niemand toe. Met al mijn kennis heb ik mijn ouders niet kunnen helpen. Niet alleen woonde ik hier in Nederland en zij in Suriname, maar toch, je voelt je machteloos. Het waren de donkerste momenten uit mijn leven. Maar ik kwam sterker en gelouter terug. Ik heb mijn verdriet en pijn om kunnen zetten in winst. Het heeft mijn hele houding naar patiënten veranderd. Ik heb maar één doel in dit leven en dat is te voldoen aan mijn bestemming. Ik ben hier niet per ongeluk. Ik heb een bestemming en daar leef ik naar en daarom ben ik een gelukkig en geliefd mens. Ik stel mezelf steeds dezelfde vraag die Martin Luther King zichzelf ook stelde. Wat kan ik voor een andere betekenen? Mijn streven is de beste dokter te zijn die een patiënt aan zijn bed kan hebben. Niet met ellebogenwerk, maar door deskundigheid. Ik geloof in God en alles wat ik doe, doe ik als aan Hem. Dus een stap voorbij mijn schaduw, gedragen door de kracht van God. Ik strijd voor een goede gezondheid voor vrouwen. Anders dan Sophie Redmond, die het meer over hygiëne had. Maar ik strijd om te voorkomen dat vrouwen voortijdig overlijden aan hart- en vaatziekten. Het is nu bijna 4:00 en u bent waarschijnlijk hier om 2:00 gekomen. En ik kan u vertellen, in de afgelopen 2 uren zijn er 5 à 6 vrouwen overleden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Het is doodsoorzaak nummer 1. En per uur sterven in Nederland 2 à 3 vrouwen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Het kan een beroerte zijn, het kan een hartinfarct zijn, het kan de slagader van de buik zijn die springt. Wat het ook is, 2 à 3 vrouwen overlijden per uur in Nederland aan hart- en vaatziekten. Vandaag doe ik een beroep op alle vrouwen, natuurlijk ook de mannen, maar vooral de vrouwen. Laat je nakijken. Wij zwarte mensen hebben hoge bloeddruk en suiker. En Hindustanen hebben niet alleen suikerziekte, maar ook slechte vaten. Bent u in de overgang of komt de ziekte in je familie voor, laat je nakijken. Heb je in de zwangerschap complicaties gehad van suiker, hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging, laat je veel eerder nakijken, rond je 35e jaar. Er is weinig daarover bekend en sinds kort zit ik in een stuurgroep om daar meer bekendheid aan te geven. U hebt er recht op. U bent verzekerd. De huisarts moet zich houden aan de richtlijn. Het is een wet, het is een regel in Nederland. En de verzekeraar betaalt. De klachten bij vrouwen kunnen anders zijn. Het kunnen extreme moeheid zijn die je niet begrijpt. Depressie, pijn tussen de schouderbladen en nog meer van die vage klachten. Als Sophie hier zou zijn, zou ze jullie zwepen naar de dokter. Ze zou niet accepteren dat jullie niet gingen. Net als Sophie vind ik het heel belangrijk dat ieder mens zich ontwikkelt. Iedere vrouw, iedere man, elke jongen, elk meisje. Ik spreek nu tot de vrouwen. Leer een vak. Verdien je eigen inkomen. Het is niet meer van deze tijd om financieel afhankelijk te zijn van je man. Natuurlijk begrijp ik dat er situaties zijn waar een moeder alleen voor staat met 3 tot 4 kinderen. En dan hebben wij de morele plicht, wij die het beter hebben, om hun te helpen. Deze vrouwen hosselen om het hoofd boven het water te houden. U hoeft niet altijd geld aan ze te geven, niet altijd hebben ze geld nodig, maar misschien kun je een dag oppassen of een avond of wat dan ook een kind helpen met huiswerk. Dan heeft zij ook tijd voor zichzelf. Vaders zijn vaak uit beeld. Spijt me heren, maar het is toch altijd een Surinaamse hippie. Ik doe een klemmend beroep op al die mannen die kinderen maken en daarna onzichtbaar worden. Uw kind heeft het beste voorbeeld nodig en dat bent u. Naast uw materiële en immateriële zorg. Ik zou vandaag nooit hier gestaan hebben als mijn vader uit beeld was. Mijn vader was er altijd. Was hij volmaakt? Oh nee, ik kan een avonden vullen om zijn onvermaaktheden te noemen. Maar hij was er altijd voor ons. Hij ging door ramen en deuren voor zijn kinderen.
Jonge mensen, leer, ga naar school. Moet u allemaal dokter worden of ingenieur of advocaat of weet ik veel? Nee, leer een vak en zorg ervoor dat je daar de beste in bent. De beste monteur, de beste weet ik veel wat. Word de beste in wat je doet. Een vriendin van mij, die woont in Wassenaar en die schreef onlangs een boek, HAVO is geen optie. Vandaag zeg ik, VMBO is geen optie voor onze kinderen. Structureel krijgen onze kinderen VMBO-advies. Kom op nou. Kom op voor uw kind. Laat het niet gebeuren. Een nichtje van mij, slim meisje, heeft een nutteloze dwalen gemaakt van 3 jaar. Omdat ze een beetje dromerig is, van mode houdt. En de juf op basisschool heeft gezegd, ze kan naar de VMBO. Ze kan schoonheidsspecialist worden. Ze is nu 24, Chantal. En Chantal zit op de HBO in Rotterdam. En ze doet het uitstekend, ze studeert mode, maar op een hbo-niveau en ze wil marketing en sales doen. 3 verloren jaren door iemand die zich niet verdiept heeft in dat kind. Ik kan me daar geweldig aan ergeren. Dus ouders, kom op voor uw kind. Ontwikkel je ook. Ik kon als kind niet rekenen en mijn moeder, iedere dag moest ik tafeltjes bij mijn moeder komen maken. Ik kon niet hoofdrekenen. En ik wilde natuurlijk gaan spelen, dus soms riep ik, ja, maar ik heb ze al gemaakt, zei ze, kom toch. En natuurlijk waren die sommen niet goed. Maar later werd het een sport om die sommen wel goed te maken voordat ik naar mijn moeder moest. Want als ik ze allemaal goed had, kreeg ik gemberbier of tamarinde stroop of whatever. Dus je kunt iets wat niet prettig is tot een sport maken. Ouders, blijf je ontwikkelen, stap over je schaduw. Ik heb geen politieke interesse, zoals Sophie. Toch zou ik willen vragen, hoeveel vrouwen hebben afgelopen woensdag gestemd? Niet jokken, hè? Laat me zien. Schaam je. Degene die de handen niet hebben opgestoken, weet u dat Sophie er leven voor gegeven heeft dat wij deze recht hebben en met haar nog een paar andere vrouwen. Dus de volgende keer ga je stemmen. Afgesproken. Ik weet dat de politiek hier, dat het allemaal graaiers zijn en noem wat meer. Maar nochtans, je kunt alleen maar invloed uitoefenen als je je stem hebt uitgebracht. Ik woon in Nederland. Ik voel me verbonden met mijn land. Ik ben adviseur voor het Sint-Vincentius ziekenhuis in Paramaribo. Daar gaan ze een nieuwe hartafdeling bouwen en ik adviseer ze daarbij. Ik ben al 2 keer geweest, binnenkort ga ik er weer. Daarnaast leiden wij in het LUMC de cardiologen op voor het AZ. Ik heb daarnaast een stichting die betaalt voor Surinaamse kinderen die in Nederland een hartoperatie moeten ondergaan. In mijn kinderjaren herinner ik me Eddie en Ingrid Fonds. Dus dat was weer de aanleiding om dat te gaan doen. Wij betalen 50% van de operatiekosten. Ik ga u niet vermoeien met wat ik allemaal verder ben, maar ik wil nog één dingetje aanhalen. Ik geef les aan de weekendklas, dat is voor arme kinderen. En ik ben er trots op 2 kinderen geïnspireerd te hebben die nu voorbij hun schaduw stappen. 3 jaar geleden mochten ze met me mee naar het ziekenhuis. Ze waren stom verbaasd een zwarte vrouw in een witte doktersjas te zien. Nu zitten ze op het gymnasium, omdat ze slim zijn. Recent hebben ze mij gebeld, mogen we u interviewen en een dag meelopen voor een project. Ze hebben de hele dag meegelopen de operatiekamer in en ze vonden het geweldig. En toen ze weggingen, fluisterde die een, ik word ook dokter. Ik heb zelf geen kinderen, maar een van de mensen die ik geïnspireerd heb is Samaya Botsen, de dochter van, ga eens even staan Samaya, dochter van een van mijn beste vrienden. Ze zegt tante Jet. Nee. Ze is een van de mensen die voorbij de schaduw is gegaan, want ik heb nooit gymnasium gezien behalve de voordeur. Zij is er wel geweest en ze is net afgestudeerd arts. Dat vind ik een geweldige prestatie. Ik vind als je in een ander land woont, moet je aanpassen aan het land. Je moet niet oplossen, maar je moet je wel aanpassen. Dus zo ben ik onder andere ook lid van de Rotary geworden. En momenteel ben ik district jeugdcommissaris van provincie Zuid-Holland. Ik vind het altijd bijzonder, iemand die nooit een kind gehad heeft, juist allemaal dingen doet die met kinderen te maken hebben. Ik ben de district jeugdcommissaris, dat is de hoogste jeugdfunctionaris in provincie Zuid-Holland van de Rotary voor kinderen van 8 tot 35 jaar.
En ik ben in maart, begin maart, ben ik verkozen tot gouverneur voor de periode van 2017 tot 2018. En daarmee ben ik de eerste zwarte gouverneur die ze in Nederland bij de Rotary mee zullen maken. Toen ik mijn toespraak moest houden bij de verkiezing, zei eentje tegen mij: je lijkt wel Obama. Ik zei, ik kom uit Suriname. Ik heet Harriet Verwij en ik ben een Surinaamse. Ik zal zeker die functie ook gebruiken om kansarme mensen zaken voor kinderen en met name voor kinderen te doen. Ik zei het al, ik heb geen kinderen, ik ben ook niet getrouwd. Het was niet een bewuste keus, niet omdat ik zo slim was of heel veel wilde leren. Dingen gaan zoals ze gaan. Maar niets is eeuwig, dus wie weet stel ik u ooit nog eens een keer voor als hij mijn broers kan passeren. Toen we klein waren, als de jongen op school zei, vind je zus leuk, zeiden ze, we don't like strangers. Dus u weet, ze zijn een zes, hè? Ze zijn met z'n zessen. Oké. Mensen vragen mij altijd of ik niet getrouwd ben omdat ik zo geleerd ben. Nee, dat zeker niet. Ik vind wel dat je een partner moet hebben die maakt dat je je ontwikkelt. Je moet elkaar kunnen ontwikkelen, net zoals hoe mijn ouders dat hebben gedaan. Je moet kunnen groeien, je moet kunnen ontwikkelen binnen een relatie. Sophie trouwde met haar jeugdliefde en is getrouwd gebleven tot haar dood. Bij het lezen van het proefschrift heb ik mij altijd afgevraagd welke rol die man nu echt in haar leven vervulde. Op 47-jarige leeftijd was haar kaars echt opgebrand. U gaat mij dus echt niet horen zeggen dat je als je hoog opgeleid bent als vrouw niet met een lager opgeleide man kunt trouwen. Want de relatie is natuurlijk gebaseerd op gelijkwaardigheid, op respect, maar bovendien op bovenal elkaar stimuleren naar een hoger plan. Relaties gaan vaak stuk omdat mensen door verschil in ontwikkeling niet meer met elkaar kunnen communiceren. Tot slot, terug naar dokter Sophie Redman, want daarom mag ik hier staan. Veel zaken waarvoor zij heeft gestreden zijn ook nu nog actueel. Het gaat wel beter. Is er een glazen plafond? Jazeker. Ik ben er heel dicht tegenaan gekomen, maar ik heb het niet doorbroken. Een man met mijn staat van dienst was al lang op een of andere fonds of stichting professor geworden. Er lopen tientallen van rond. Ik ben geen professor, niet omdat ik zwart ben, maar omdat ik een vrouw ben. Ik moet er ook bij zeggen, dat waren niet mijn ambities, want nog steeds is mijn passie zieke mensen beter te maken. Voel ik mij minder? Nee. Mijn droom was en is zieke mensen beter te maken. Hoe heb ik dit alles bereikt? Ik heb heel hard gewerkt. Mijn vak beheers ik goed en ik doe mijn best. Ik leef naar mijn bestemming. Voel ik mij gediscrimineerd? Soms, jazeker. Het overkomt ons allemaal. Maar moet ik mij dat aantrekken? Die persoon kent mij niet. Hij praat dus niet over mij. It's not me you're talking about. Dus ik loop door en ik heb er geen boodschap aan. En zo word ik door de politie aan de kant gehaald. Moet wel eerlijk zeggen, vaak is omdat ik te hard rijd. Maar laat maar precies zeggen zoals het is. Maar soms word je ook gewoon aan de kant gehaald omdat je een grote dure Mercedes rijdt. Dan vraag ik, heb ik iets verkeerd gedaan? Zeggen ze, nee, routinecontrole. Laat hij zijn plezier hebben naar Mie Abing. Is mijn auto. Ik hoop u met mijn verhaal een indruk gegeven te hebben van hoe een eenvoudig Surinaams meisje met de juiste bagage, een goede jeugd, een hecht gezin, nog steeds. Want alle 8 kinderen leven by the grace of God en we hebben een goede band. En met hard werken het in Nederland gemaakt heeft. Ik ben en zal altijd gefocust blijven. Straks ook, wanneer ik niet meer werk en de gouverneur van de Rotary ben, dan verschuift mijn focus, maar ik zal nog steeds op dezelfde manier doorgaan. Ik zal altijd voldoen aan mijn destiny en mijn destiny, mijn bestemming. Omdat ik pas dan gelukkig en in balans ben. In dat opzicht ben ik zeker geïnspireerd geraakt door Sophie Redmond. Wij kunnen, u en ik, nog zoveel dingen doen. Vlakbij, voor uw deur. Of bij je, wat zou ik zeggen, Moffedoro? Ja, oké. In alle oprechtheid kan ik zeggen dat ik een heel gelukkig mens ben. Ik ben zeer geliefd en gerespecteerd. Ik kan liefde geven en ik kan liefde ontvangen. Ook wanneer het moeilijk is. Want wij zingen toch in Suriname. Stre de fustre, maar un nosa frede, gado de un fessiman. To God be the glory. Amen.
Dank voor uw aandacht. Goed. We hebben een foto van ons. Je moet met een mooie moet proberen. Met de foto. Ik sta nog steeds even een beetje... Even thuiskomen. Het was bijzonder, het was interessant. En niet gewoon interessant omdat u chirurg bent in het Leids Universitair Medisch Centrum. Cardioloog, sorry. Maar omdat de loop van uw leven, bepaalde punten die u heeft aangestipt, cruciaal zijn. Ook in mijn leven. En ik hoop in veel van u. De ondersteuning van uw ouders. Klein begonnen. Alleen in Nederland, maar wel doorgezet. Ik denk dat als wij die punten meenemen, allemaal die hier zitten, wij onze destiny misschien toch ook kunnen aanpassen. Ik ga. Kijk, dan ben ik tevreden. Wat zegt? Nee als antwoord bestaat niet. Nee als antwoord bestaat niet. De bedoeling is eigenlijk om vragen van het publiek aan mevrouw Verweij. Maar het is 4:05. Dus zullen wij 5 minuten 2 à 3 vragen doen? Lijkt dat goed? Dan wil ik even mijn regels nog doorgeven. Ik wil geen urenlange inleiding op de vraag. Een vraag is maximaal 15 seconden. Een inleiding kan 15 à 20 seconden zijn. Meer niet. Gaat u dat doen, dan loop ik weg. Dus, ik ga naar de eerste 3 mensen. Mevrouw Verweij, mag ik even achter u langs? Oh nee. Zo doen. Ik ga lopen naar achteren. Lukt het? En, oké. 15, 20. Max. Dus 35 seconden. Eerste 3 vingers. 1, 2, 3. U mag staan. De eerste vraag. 15:20. Dag Harriet. Ik kom bijna niet uit mijn woorden, maar ik ben zo ontzettend ontroerd. Korte vraag. Je hebt het niet willen hebben over de pijn die je ook hebt gevoeld op je weg. Maar ik herinner me, toen ik naar je keek, je eenzaamheid. Een van de dingen die ik vind, is dat wij ook moeten pijn moeten leren verdragen om zover te komen. Wat is jouw mening daarover? Dat is voor hem. Nou, ik denk dat je ooit heeft iemand tegen mij gezegd toen ik in het beginjaren in Nederland was. Zie je die grote boom die daar staat? Weet je hoe hij zo groot is geworden? Hij heeft eerst een steen op zijn hoofd gehad. Je moet eerst wortelen. En als je wortelt, kun je stormen doorstaan. En ik bedoel, ik heb het niet over de pijn, niet omdat ik het negeer of iets dergelijks. Het is er gewoon geweest, die eenzaamheid en andere dingen. Maar het gaat om, ik wilde alleen duidelijk maken, ik heb het niet op een mooie achternamiddag gekregen. Maar wat ik heb meegekregen van huis, met de liefde van mijn broers en mijn zus, heeft mij een onoverwinnelijk mens gemaakt. 15:20. Ik moet voor u afnemen. Dank u. Ik ben zelf ook verpleegkundige. En ik heb ook in het ziekenhuis gewerkt, naar AMC. En dan werkte ik met vrouwelijke artsen. En dan was ik de broeder dan en ik hield de patiënt voorbereiden. Ik was dan de broeder en ik hield de patiënt dus voorbereiden voor het onderzoek, et cetera. Nou ja, ik weet het niet. Nou ja, ik heb een luide stem, dus ik... kunt u allemaal achterin horen? Hou maar vast. En dan op een gegeven moment sta je daar met de patiënt, sta je te wachten op de specialist die dus komt. En dan zeggen ze van, komt de vrouwelijke arts komt binnen. En dan zegt de patiënt van, ja, ik heb al aan de dokter gezegd. Ja, zuster, ik heb al aan de dokter gezegd wat er aan de hand is. Omdat het een vrouw was, die arts was. Maar ik werd als man
als de dokter gezien. Ik liep ook in een doktersjas. Maar goed, dat terzijde. Maar hoe ervaart u dat? Als u in het ziekenhuis rondloopt, als een vrouwelijke arts, dat mensen u zien als de dokter of de zuster? Nou, laat me zeggen, ik kan natuurlijk zeggen, Tim Wagger-Koenze, je kunt moeilijk iets anders bedenken, maar ik word zelden, zien mensen mij aan als een zuster. Maar als ze me als zuster aanzien, dan vind ik het nog steeds niet erg, want het is een dienstverlenend beroep. Maar ik word er zelden met een zuster aangesproken. En dus dat is wat ik ervan zeggen wil. Nee, ik voel me niet minder. Ik ben daar om mensen te helpen. En al is het om ze te wijzen naar welke afdeling ze moeten gaan, maakt mij niet uit. Het is dienstverlenend. Ik ben Wendy en mijn vraag was eigenlijk, wat heeft u eigenlijk het belangrijkste van uw moeder meegenomen om te leren? Of wat u, ja, wat u weet, wat uw moeder wou? Het belangrijkste van mijn moeder, ja kijk, mijn vader en mijn moeder waren een soort eenheid. Want als wij soms, en dat kun je bij mijn broer navragen, als we wisten dat mijn moeder op iets nee zei en we gingen het aan mijn vader vragen, zei hij, wat heeft je moeder gezegd? En omgekeerd. Dus ik heb van beide evenveel meegekregen. Maar bepaalde dingen, zeg maar, zoals dat ik jaloers was, dat soort dingen, dat heeft mijn moeder mij die wijsheid bijgebracht. Maar het voorbeeld wat ook voor ons alle 8 kinderen heeft gegolden, want ze zijn alle 8 heel goed terechtgekomen, dat is toch de manier hoe mijn ouders geleefd hebben. En dat ze hebben ons geleerd dat het niet de omstandigheden zijn die het voor ons bepalen. Want ze waren straatarm. Toch hebben we allemaal hbo of universitaire opleiding gevolgd. En als je maar doorzet, als je een doel hebt, als je gaat. Turn your losses into gain. Eén. Ik wil nog één. Mevrouw. 15:20. Goedendag, mijn naam is Sunny. Ik hoop dat het er al is. Maar een of andere informatie voor artsen over donkere mensen. Wat u zegt van hart- en vaatziekten, zodat de artsen het ook weten. Zodat ze het ook zien van donkere mensen. En wat als je bijvoorbeeld een Dogla bent, heb je en dit en dat en dat. Klinkt misschien een beetje raar, maar er zijn mensen die onnodig, wat je zegt, onnodig ziek zijn of onnodig sterven, omdat de artsen het misschien niet herkennen. Ja. Maar zou dat er kunnen zijn en zou het verspreiden? Kijk, u bent voor alles bent u mens en u bent een vrouw. En het maakt niet uit of je zwart bent of dat je wit bent. Er zijn dingen die u treffen omdat u een vrouw bent. En er zijn richtlijnen nu in Nederland voor de huisartsen. Dat zij, het heet het cardiovasculair risicoprofiel. Dat zij dus mensen, als je in de overgang bent, vrouwen in de overgang, dat ze je moeten screenen. Kijken of je bloedsuiker goed is, je cholesterol goed is, je bloeddruk, bla bla. En al die andere dingen, als je moeilijke zwangerschappen hebt gehad, moeten ze nakijken. Heb je dat niet, ben je jonger dan 55 jaar en heb je ook geen moeilijke zwangerschappen gehad, dan is het belangrijk of het in je familie voorkomt op jonge leeftijd. Heb je een familielid die voor zijn 60ste jaar een hart-vaatziekteprobleem heeft gehad, en of het nou een beroerte is of een hartinfarct of wat dan ook, dan mag je je ook laten nakijken. Dat zijn de regels. En de regels, de behandelschema's zijn wel nu inmiddels aangepast op niet-witte mensen ook. Maar het begint dat u bij die dokter moet. Hij komt je niet thuis halen, hè? U moet daar zijn. Oké, dan ga ik een allerlaatste. Echt een allerlaatste. Maar u moet wel heel snel komen voor de vraag. Korte vraag. Mevrouw Van Wij, alvast een diepe buiging voor u. Oh, ja. Ik ben echt met mij denk ik meer heel trots op u. En ik weet zeker dat de Almachtige ook goedkeurend op u neerkijkt. Ik ben zelf ook gelovig, aan God alle eer. Amen. Mevrouw Van Wij, wat mij intrigeert in uw verhaal is dat u zeg maar op een topniveau functioneert. En ik denk ook ongetwijfeld in een team zit waar veel mannen in functioneren. Hoe gaat u om met de machtsverhoudingen binnen het team? Heeft u daar een modus operandi voor? Heeft u daar een soort met, zoiets. Ik moet kort blijven. Heb ik daar een modus operandi voor? Nee, kijk, ik weet natuurlijk dat als je een man frontaal aanvalt waar anderen bij zijn, dan heb je lost the game. Hè? Dus en als ik soms iets wil en ik wil het per se heel dringend, dan vertel ik het ze van tevoren. En als we in die vergadering zijn, dan mogen ze het brengen als hun plan. Kan me niet schelen, bakadoren of niet, als het maar gebeurt. Dus
Dus onderschat uw vrouwelijke intuïtie en kracht niet. Dus ik ga, afhankelijk van het onderwerp, ga ik of frontaal, sta ik met beide benen erin, of ik kies politiek de achterdeur. Mij gaat het om het resultaat. Daar gaat het. En ze hebben respect voor mij, hè? Dat hebben ze wel. Goed, dan gaan we het afsluiten. Wat mij is bijgebleven, is dat u tijdens uw speech zei, ik heb geen carrièreplanning gemaakt. Nee. Ik heb mijn droom gevolgd. Ik heb onlangs mijn beoordelingsgesprek gehad met mijn manager. En die zei, nou Jason, hoe zie jij jezelf in 5 à 10 jaar? En ik zat en ik dacht, nou ik weet het niet. Kijk niet zo ver vooruit. Ja, maar het is toch wel heel belangrijk binnen ons vak om dat te doen. En ik zei, nou ja, ik weet het niet. Ik ga gewoon en ik zie al het schip strand. Zei ik hem letterlijk. En toen ging ik uit de vergadering en dacht ik van, jeetje, wat ben ik dom. Ik heb eigenlijk niet daarover nagedacht. Maar echt nadenken over 10 jaar in de toekomst is dus niet echt belangrijk als je gewoon volgt wat je wil. Ja. Even, moet ik het even een beetje. Want anders hebben ze je pindakaas opgegeten. No. Nee, zo bedoelde ik het niet. Het is niet zo. Kijk, wat je ziet in de academische wereld is mensen denken, ik wil over 5 jaar professor zijn. En dan gaan ze overlijken, ze nemen dingen die niet van hun zijn, ze doen alsof zij het bedacht hebben, et cetera, en ze gaan ermee pronken. Dat bedoel ik, dat was niet mijn carrièreplanning. Maar ik ben altijd wel doelbewust geweest, want mijn doel was gewoon, ik wilde de beste dokter zijn. Dus carrièreplanning moet ik een beetje chargeren. Het is niet zo dat ik dacht, ik ben nooit begonnen van, ik wil straks de topcardioloog zijn, of want ik wist niet eens of dat ik cardioloog zou worden. Het was dat ik die man reanimeerde toen ik daar in dat ziekenhuis was. Dat ik dacht, oké, dit is het. Hè, handelen, actie. Maar daarna had ik wel een plan. Hè, van, ik wil wel de beste zijn. Ik ga ervoor. En het is ook een langzame awakening geworden. In het begin liet ik ook dingen passeren. Dacht ik, ach ja, als jij het leuk vindt, moet je doen. Maar nu denk ik, oh nee. This is not me, dus ik blijf daar staan. En dat is iets, wij Surinamers, dat wil ik tot slot nog zeggen, we hebben een verkeerde nederigheid. We hebben een verkeerde nederigheid. Kom voor je zaak op. Stand on your ground. Wat van jou is, neem het in. Mag ik, mevrouw Verwij, echt bedanken voor deze speech. Het was fantastisch. En als ik het publiek mag geloven, ging het echt goed. Dank u wel voor deze inspirerende woorden. Interesting. Heel goed. Nou, dat nemen we mee, toch? Ze is geboren in Paramaribo. Ze zat op dezelfde school als dokter Sophie Redmond. Ook zij wilde geen onderwijzeres worden. Ze is een inspiratiebron niet alleen voor haar neven en nichten, maar voor velen. Ze wil graag de wind zijn onder de vleugels van de jonge generatie, waardoor zij hun doelen kunnen bereiken. Ze is een mensenmens, een charmante verschijning. Een intelligente, slimme, pittige vrouw met een hart van goud. Ze helpt kinderen in nood. Ze zet graag haar talent in om haar medemens in nood een beter leven te kunnen geven. Dat maakt haar tot een bevoorrecht mens. We moeten trots zijn op wie we zijn. We moeten trots zijn op onze huidskleur, op ons land, onze talenten, onze geschiedenis. We zijn enorm trots op haar. Wij Surinaamse vrouwen beseffen dat ook te midden van ons mensen zijn die alleszins de moeite waard zijn geëerd te worden. In de geest van Sophie Redmond eren wij dokter Henriette Verwij met de gouden vioolspeld. Geweldig. Is er een dokter in de zaal? Ik heb even geen adem. Geweldig. Ik ben sprakeloos. Ik weet niet wat ik hiervan zeggen moet. Ik dacht, ik kom een beetje dichterbij, schat. Ik had het vorig jaar gezien in de YouTube-film dat naar mevrouw Huntsels was gegaan. Ja. En ik dacht, oh ja, dat is muzikale onderscheiding. Maar dat ik dit krijg, is nog mooier dan mijn Paul Harris speelt. Maar ik heb het van mijn landgenoten gekregen.
Dank u wel. Dank u wel. En ik wil, of misschien kunnen we mevrouw Annemarie Hunzel vragen om een spel te op te stellen. En vragen mevrouw Thea Tienweet om ons ook te joinen. Maar we gaan eerst opspelden. Ik moet de hele tijd denken aan Sophie Redmond die zei: het is geen gezicht, zo'n dikke zwarte vrouw als ik, die zo'n kleine viool speelt. Dus ik doe altijd de gordijnen dicht. Zo! Dat deed ze, ja. Dank u wel. Dank u wel. Ik heb er geen woorden voor. Dames en heren, dokter Harriette Verweij, de gouden vioolspeldrager van 2015. Dank u wel dat u er was. Oh, en nog meer cadeautjes. Zo, geweldig. Zo gaat dat allemaal.